Welkom bij Proveski, ik ben Paul. Ik ben Snow. Snow is niet zo blij met me. Nee. Nou. Ik heb nu, we gaan aan een whisky beginnen waar Snow eigenlijk vrij weinig zin in had. Maar nu moet hij. Nee, de Tamnivillen White Wine Cask Edition. Ik had deze een tijdje op mijn lijstje staan en ik had hem al een paar keer nu laten zien van hey. En er komt altijd een beetje een negatief geluid vanuit Juno's kant. Maar ik heb hem toch maar besteld. Maar ik kan ook niet zeggen dat het onterecht is, want Red wine cask. Ja, we zijn even tegen de red wine cask, maar ik ben even kwijt welke rode wijn het was. Mm. Die was ons een beetje tegengevallen. Daarentegen, de eerste wat we ooit hadden, dat was de... De double cask. Double cask. Die is goed... Die was oké. Okay. Die was goed in de smaak gevallen, ja. En de sherry cask was ook oké. Okay. En ze hebben ook nog andere uitgaves, maar ja, de lichtere kleur van de doos trok me steeds aan. Ja, wat je net zei, als ik er naar kijk, krijg ik zin in witte chocola. Ja. Wie weet. Tam de Villain, molen op de heuvel, betekent dat. Is een oude naam, 1966 opgericht. Ik ben even kwijt wie het precies opgericht had. Maar het heette vroeger de Tam de Villain Glenlivet Distillery. Ze hadden een vrij moderne distillerij, dat viel een beetje buiten de toon. Tussen de andere distillerijen daar, die had een beetje zo'n klassieke, traditionele uiterlijk. Tamnivillen was modern. We waren niet erg geliefd daardoor. Ja, laat maar zeggen. De whisky was wel oké, maar de mensen vonden de bouw eigenlijk niet echt erbij passen. In 93 overgenomen door White & McKay. En is ook daarna, een aantal jaar daarna gesloten geweest. Mothballed, hoe ze dat op zijn Engels noemen. En dan in 2007 weer geopend. Dan zijn ze weer whisky gaan maken. En de eerste was dan de Double Cask, wat uitgebracht is. En ondertussen verschillende uitvoeringen, expressies gehad. En dit is op Sauvignon Blanc? Yes, dit is white wine. In de schilderijping gewoon op ex-bourbon. Ja. Yeah. En dan... een x aantal maanden op Sauvignon Blanc witte wijnvaten. Inderdaad, ik kan niet achterkomen hoe lang de finish was. Verder rest... chill filter dan bijgekleurd. Ja, 40% en er staat ook mooi weer in het Duits en in het Zweeds. Met maapstap! Ja. Maar ja, dus 25, 35 euro voor een flesje. Het is een... Ja, maar goed. Die was ook 30 euro voor een flesje. Maar ja, dat weet ook niet hoeveel karamel daarin zat. Dit is wel een single malt. Ja, oké. Nou, de geur wat net... Je dacht, nee, weet je, ze hoeven toch niet lekker. Nee, ik had een beetje... ik was een beetje afgeleid. Ik heb me verschuurd, sorry. Het is best prettig neus. Tot nu toe. Maar had die rode wijn dat ook niet? Oh ja, heel. Nou, dit is wel een heel stuk licht en fruitiger als wat ik. Appel? Ja, 100%. Mm. Maar wel zoete appel. Mm. Denk ik sowieso heel veel zoet op. Ja. Iets van meloen, hoe heet dat ding? Je hebt honingmeloen, watermeloen en kantaloup. Oranje. Ja. Citroen. Ja. Maar het is niet dat citroen wat als... Ja, het is geen fruitcitroen. Het is wel weer gewoon dat citroengeur van snoepjes. Ja, ik wou net zeggen. Ken je die Napoleons? Ja, dat. Precies, ja. Ja, vanille uiteraard. Maar hij heeft ook iets bloemigs. Ja, op zijn Engels noemen ze elderflower. Dus
Ze heeft die hele fijne witte bloemetjes. Die, ja, bloemetjes. Ja, ja, ja. Ik weet even niet hoe het op zijn Nederlands heet. Maar het heeft ook een beetje een... Alderflauw is niet vlierbest, toch? Nee. Kan ik niet tegen. Ook een beetje een kokosachtig aroma. Alderflauw. Vlierbloesem. Vlierbloesem. Oh ja, vlierbest zeg ik, hè? Ja, het is misschien nou, ja, vlier... toch dezelfde plant. En er zit ook wel kokos op, dat zei ik net ook al. Ja, ja, iets. Maar ik vind het heel vervelend dat je het nu zegt, want nu ruik ik het ook. Sorry. En wat we ook bij de vorige whisky had, nee, de whisky daarvoor. Banaan. Oh, ik ben lijm. Nee, de whisky daarvoor. Ik vind het dus wel prettig, hè? Ja, ja, ja. Slaantje. Slaantje. Wacht even. Nee. Dat groene appel komt duidelijk terug. Citroen ook. Vanille ook. Wat proef ik hierop? Ja, het is een redelijke voortzetting van de neus. Mm-hmm. Maar ik... De meloen zit er ook op. Je ja. Proeft wel dat het een ja, ik kan niet zo zeggen. Je proeft iets wat je eraan laat denken dat het een jongere whisky is. Er zit ook wel een beetje een peperig-achtig bite op. Maar het is niet echt heel scherp pittig. Dus ik zou zeggen witte peper. Hij mist wat. En ik weet niet wat, maar... Hij komt binnen zo en dan krijg je wat smaken en dan zo... Doef. Ja, het vlakt vrij snel af, maar... Op het laatste wordt hij wat bitter. Je krijgt een beetje een houtenine, iets. Bitter, eiken iets. Op de afdrong zit wel een heel duidelijk witte peper. Ja, 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 ja. De fruitigheid valt weg op de, ja, ja, op de afdrong. Ja. Ik ben op zoek naar de witte druiven van de witte wijnvat. Ja, klinkt heel raar. Hij is niet af. Sorry. Ja, ja, ja. Oh. En dan komt hij iets omhoog. Nee, muff is niet het goede woord. Ja, muff is het zeker niet. Ik vind, nee. Ik vind het eerder fris en sprankelend, levendig. Het is niet zo'n... Ja, qua smaken. Er zit, ja, hoe leg ik dat uit? De smaken wat er wel erop zitten zijn gewoon frisse smaken. Het is niet echt van dat donker fruit en dat soort dingen. Het is allemaal lichte fruitaroma's. Ja, ja, ja. Niet, ik denk, zomerperiode top whisky. Drinkt makkelijk weg. Het is misschien zelfs een whisky wat je gekoeld moet drinken. Niet per se met een brok ijs erin, maar misschien moet je wel even... Of het glas, ja, of het glas even... Ja, als je een mooi dik glas... dus zo'n bourbon tumbler, zeg maar. Ja, ja. Een dik glas, diepvries leggen. Ja, het zou kunnen. Ja. Nou, misschien is het ook wel leuk voor in een whisky cocktail. Wie weet. Ik schiet hem niet af. Ik vind hem best oké. Ik vind hem sowieso beter als die wat niet zo goed was. Moet zeggen, hij is beter dan wat ik verwacht had. Want, ja, ja, ja. Ondanks ik net grapjes was aan het maken, ik had ook een beetje mijn twijfels erover. Ja, hij is niet net niet. Nee, ja. Hij is niet af, hoe je eerder zei. Maar wat mis ik eraan? Smaak. Nee. Nee. Nee, ik weet niet. Ik mis iets op de mond. Ja, hier was een hoop bitter chocola. Maar... Ja, maar ik mis ook een beetje... Hij had van mij iets meer bite mogen hebben. Mm. Dat had hem ook goed gedaan, denk ik. Ja, misschien iets meer fruit. Iets meer, dat het iets meer naar boven zou komen. Ja. Dus ja, het beetje fruit dat erop zat, je had dat wat meer... Had iets prominenter aanwezig mogen zijn, ja. Dan ben ik wel met je eens. Maar nogmaals, ik schiet hem niet af. Nee, hij doet zijn naam wel eer aan, want de witte wijninvloed is er wel. Ja, die is er wel. Nou. Ik bedoel, het had slechter gekund. Misschien heeft hij ook het geluk dat we die van tevoren hebben gedaan. Ja, misschien wel, ja.
Nee, niet slecht. Ik bedoel, denk een goede poging. Maar nogmaals, wat we net zeiden, niet af. Nee. Ja, niet af, dat vind ik. Dat, ja. Maar wat was hij in de prijs? 25,30? Tussen de 25 en 35 euro, een beetje van waar je kijkt, ja. Op zich voor die prijs is wel oké. Okay. Ja, hoe korter bij de 25, hoe beter. Ja. Ik weet nu al wie ik deze blind ga voorzetten. Welke poort is dat? Nee. Goed. Nou, deze gaat wel op. Ja, nee, het is niet vies. Nee. Ja, dat klinkt ook heel negatief gelijk. Nee, het is best een oké whisky. Ja. We gaan... Het betere werk, ja. Dat hopen we dan. Hopen we dan. Ja, goed. Nou, tot het betere werk. Slaantje. Slaantje. Ja, het is waarschijnlijk toch dezelfde plant. Ben geen hoevenier, dus met zo. Nee, mijn kruik graag een bloemen. Nee, vooral een bruine anjas. Ba. Banana, na, na, na. Nee? Ja. Banana, na. Ja, ik miste wel iets, maar ik weet maar, niet. Maar, hoe langer die blijft staan... Hoe beter dat die wordt. Hoe lekkerder dat die wordt. Dat wel. Dus misschien moeten we hem inschenken, half uur laten staan. Dat kunnen we eens een keer doen als we Tam de Villains een beetje met elkaar gaan vergelijken. Dat kan ook. Dan sla ik wel die in oren. Nee.